Wat nu weer? Liefje! Wat? Doe je ogen dicht, ik heb een verrassing voor je. Nee, ik ga mijn ogen niet dicht doen, ik vertrouw je voor geen cent. Maar, liefje! Dan mag jij de pankenkik kapot maken. Dat is niet iets wat ik leuk vind. Of... Verrassing! Huh? Oh! Ik deed het voor jou, liefje. Omdat ik van je houd, liefje. Hoe kon je? Til me naar het raam. Ik wil de zonsondergang nog één keer zien. Voordat ik voor de laatste keer naar het zuiden reis. Het is 3:30 'smiddags. Ik ben nooit goed met tijd geweest. Mijn moeder zei altijd... Het is maar te hopen dat jij nooit in een koekoeksklok belandt. Goed, ik wil niet dat je de volgende... Maar dit keer weet ik precies hoe laat het is. Tijd om afscheid te nemen. Grappig hoe je daar pas achter komt als het te laat is. Ik mag hem wel. Ben je nu blij met jezelf? Ik was er al bang voor, je vindt het niet. Ik twijfelde nog, misschien houdt hij van dode spinnen. Maar het is ook zo lastig om voor jou een cadeau te bedenken. Als je erover nadenkt, is het leven zelf uiteindelijk het mooiste geschenk dat we allen ooit kregen. Ironisch hoe... Waar haalt Jos energie vandaan? Ik las op het internet over een kip die 18 maanden zonder kop leefde. Hoe dan ook, als je me per se een cadeau wilt geven, stop dan met het proberen te eten van chocolade terwijl je weet dat het giftig voor je is. We weten allebei donders goed dat ik dat niet ga doen. Wat denk je van een dode mol? Ik wil geen dode wezens meer. Geen enkele. Geen enkele? Waar is mijn moeder eigenlijk? Ze zou een uur geleden al langskomen.